Mijn naam is Bart Rutten, ik ben hoofdcollecties van het Stedelijk Museum. Dat betekent dat ik dus ook de verantwoordelijkheid heb over onze restauratieprocessen. En in die vorm ook betrokken ben geweest bij de restauraties van onze Tengelies. Deze. Oh, ja. Jean Tengelies was een Zwitserse kunstenaar die eigenlijk in de jaren 50 doorbrak met vooral kinetische beelden, beelden die dus bewogen, dat was helemaal nieuw. Wat wij proberen te doen bij zo'n mega restauratieproject van 13 Tengelies is dat we dus met een eigen restaurator werken en die eigenlijk omringen met freelance restauratoren om bijvoorbeeld te komen retoucheren of hebben we een elektrotechnicus nodig. Dus niet een restaurator, maar dan moeten we op zoek naar een of andere hobbyist die toevallig ontzettend zich verdiept heeft in dit soort motortjes. Oké, there we go. Straks doet hij het niet. Restauratie van moderne en hedendaagse kunst is bijna een probleemgebied aan zich. Je kan je voorstellen dat als je het hebt over restauratie van een schilderij, dan weet je oké, olieverf, vernis, je weet een beetje hoe je dat moet schoonmaken. Nou, dat is iets wat als je het hebt over Tengelies natuurlijk veel minder eenvoudig is, omdat je met heel veel verschillende aspecten te maken hebt. Die beweging, de machine, die op een elektrisch netwerk draaide, wat veel minder stabiel was als de elektriciteit die we nu hebben. Wat voor een oplossing bedenk je dan als restaurator om toch die intentie van de kunstenaar te begrijpen en te kijken of je dat in de geest van zijn of haar intenties kan herstellen binnen het werk als dat verdwenen is. Hey, wacht, kijk, en hier, dit is die band, die zit aan dat voorwiel. En nu zie ik hem dus rechts. En ik dacht dat ik hem een andere foto hier, zag ik hem links. Op het moment dat je met dit soort complexe, samengestelde kunstwerken te maken hebt, dan krijg je dus afwegingen die niet altijd per se alleen met de esthetiek te maken hebben. Maar dat je dus soms overwegingen moet inbouwen en beslissingen moet nemen die het uiterlijk van het werk misschien net iets aanpasten. Zowel. Echt een purist. Ja, ja. Dat is hoe dichtbij staat. Ja, nou ja, goed. Ik moet er echt een plaatje op maat knippen en dan kijken. Maar dit is het. Ik denk als je het dikker gaat maken, dat je het dan meer hoort, hoor. En wat wij dus ook op dit moment heel belangrijk vinden binnen restauratie, is dat wij heel goed documenteren wat we nu doen. Dus als over 100 jaar onze collega's van de toekomst misschien weer met Tengelies aan de slag gaan, dat ze heel precies weten. Kijk, hier is op die en die grond deze keuze gemaakt om het zo te doen. Dat hebben we zus en zo aangepakt. Er is deze verf gebruikt om die en die reden. Dus ook dat hele documentatietraject is ongelooflijk belangrijk voor de toekomst van een werk. Een heel mooi element in dit documentatietraject is natuurlijk het vastleggen van die fonteinen. Het water is verschrikkelijk voor ijzer. Dit is niet iets wat we vaak kunnen laten zien met water, misschien wel nooit meer. We weten nu hoe het werkt. We konden één keer die hele setting neerzetten van een vijver, water door de slangen en het spectaculaire effect vastleggen. Dat hebben we dus ook totaal high definition gedaan met de beste camera mogelijk in een hele neutrale setting. Stroom aan. Camera, loop. Ik denk dat restauraties ook
kansen geven om werken onzichtbaar te verbeteren. Dus stel je voor inderdaad dat je iets behandelt met een bepaalde verf, dat je dus misschien niet per se voor precies dezelfde verf kiest qua samenstelling als toentertijd, maar dat je daar een verf voor kiest die in zijn chemische samenstelling net wat beter overweg kan met misschien de roestvorming die erin zit. Dus dat is altijd een delicate afwisseling. En dat maakt, denk ik, restaureren zo'n ontzettend boeiend en prachtig vak. Dat je denkt van, dit is goed voor de toekomst van het werk. Dit is zoals de kunstenaar het bedoeld heeft. En dit lijkt het meest zoals we het aantroffen op het moment dat we ermee aan de slag gingen. En tussen dat speelveld moet je altijd keuzes maken. En daarvoor zijn, denk ik, ook de uitwisseling van ideeën over restauratie heel erg belangrijk.